Als we allemaal een steentje bijdragen, zouden we geen mensen meer aan hongersnood kwijtraken. Als we echt een steentje bijdragen, dan had niemand honger en konden we allebei slapen. Simon, you crazy. Afgelopen week samen met DCA Vinden hebben we de kick-off gedaan in Paramaribo. De eerste plek die we hebben bezocht met deze dienst, deze service naar het volk toe, was het resort Welgelegen. En vandaag is het de beurt aan Paramaribo Noord, dus mijn resort gebieden. En we beginnen in resort Rainfield om de mensen een pakket aan te bieden dat bestaat uit een heel groot zak rijst. Want dat is natuurlijk volkvoedsel nummer 1. En daarnaast hebben we een grote tas met een aantal levensmiddelen. Ik dacht olie, uien, aardappelen, zout, suiker enzovoort. Enzovoort. Ja, willekeurig gaan we vandaag ook een aantal mensen gelukkig maken, blij maken. Want de situatie is bekend. Ik hoef daar niet te lang over uit te wijden. We zijn de president natuurlijk heel erg dankbaar dat hij oor en oog heeft, maar de hart op de juiste plek om het volk de helpende hand te bieden. Ik vind het heel prima. Prima. Reden waarom? Het zijn eigenlijk mensen die het echt dringend nodig hebben. Ja, we zijn hier aan de Wiggestraat. En zoals je ziet, mevrouw Gambier, moeder des huizes, is er op dit moment niet. Ik ben de dochter. Ja, alsjeblieft. Wateroverlast en de COVID-situatie. Ik wil de president een helpende hand aanbieden. Dus u krijgt wat spullen van ons. Ik bedank de president en ook jullie allemaal. Deze van Conte en iedereen die hier aanwezig is. Dank u wel. Ik kreeg een pakket van Bureau Eenheid. Omdat we zien dat het nodig heeft. Ja, u bent niet geregistreerd, maar we zien uw situatie. Dus we geven u wel in. Dank u wel. Hartelijk dank. Omdat het nodig is. Ja. Ja? Hartelijk dank. Graag gedaan. Heb je hulp? Want er komt een grote zak rijst. Ja, kom maar. Dus wat belangrijk is om door te geven. De mensen zijn inderdaad vooraf geregistreerd en gescreend. Om te kijken hoe ze er sociaal voor staan. Maar als we in een straat zijn, dan kijken we ook of we situaties tegenkomen waarbij wij vinden, als bureau eenheid, dat de mensen dat ook nodig hebben. En we zien hier een heel goed voorbeeld. Bedankt hoor. Hartelijk bedankt. Ja, dank hartelijk hoor.
geregistreerd. Ja? Die allemaal hulpbehoevend zijn, een wateroverlastprobleem hebben en ook door COVID getroffen zijn. Laten we zeggen, werkloos geworden. Werkloos geworden en ja, ze hebben geen inkomen op een bepaald moment. Vanwege dat hun bedrijf of hun werkplek is gesloten vanwege COVID. God bless you, God. President, Gratangi. The final of Yepunu, Yep Alapolo, my begging. We're far from home, it's for the better. What we dream, it's all that matters. We're on our way, united. Well, what it saw with the second and the first lady, that the saw that a good one to it. And I see him pan saying, I cannot be the person. Who's gonna say?